Yes guys, what's up? Paul hier en welkom weer bij een gloednieuwe video. Dit is een hele simpele video voor iedereen die nog niet weet wat e-commerce is, maar wel wil beginnen met e-commerce. En ik ga je daar vandaag alles over uitleggen wat ik doe in e-commerce en hoe jij dat voor jezelf kan toepassen en daar een online inkomen mee kan gaan genereren. Oké, wat is nou precies e-commerce en wat is nou de definitie ervan? Het is niets minder dan het inkopen en het verkopen van producten en diensten over het internet. Dus alles wat je op internet ziet en een site is en iets verkoopt, een product of een dienst, is e-commerce. That's it. En een van de meest populaire websites online die dus in e-commerce zitten, zijn dus Amazon, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt. Er zijn heel veel verschillende websites die verschillende dingen verkopen. En wij focussen ons puur op producten verkopen. Dat is mijn specialisatie en daar kan ik andere mensen bij helpen. Nou, zoals je weet hebben veel fysieke winkels, hebben ook online winkels zoals Nike, Adidas, Apple, Ralph Lauren. Wat voor dingen heb je nog meer? Versace, Rolex. Er zijn zoveel verschillende merken die ook online hun spullen kunnen verkopen. Dus dat is altijd goed om in achterhoofd te houden dat e-commerce alleen maar groeit. En dat daar dus kansen zijn voor jou om nog steeds in 2023 mee te beginnen. Toen ik in 2019 begon met dropshipping, toen zeiden mensen ook al dat het e-com dood was. Maar het groeit year on year. Oké? Nou, wat is mijn eigen e-commerce ervaring? Ik ben zelf begonnen met dropshipping in 2019 met een middelbare schoolvriend. Mijn eerste website is belavio.nl. Is niet de meest trotse website waar ik ooit op ben, maar het heeft me wel geld gemaakt. En als je het interessant vindt, kan je het zeker een keer bekijken. Er staan wel dropship producten op. Ik gebruik het zelf nu niet meer. Ik raad je ook niet aan om te kopiëren wat ik daar heb gedaan, maar dat tezijde. Na dit ben ik ook nog begonnen met verkopen van verschillende producten op Bol. En ik kwam er eigenlijk achter dat dropshipping een veel beter businessmodel is. Afgelopen jaren heb ik ook Bol ondernemers geholpen, omdat ik zelf ook verkocht op Bol. Alleen ik merk dat alleen maar Bol wint van ja, het verkopen op Bol. Door de commissie, door de BTW, door de voorraad die je inkoopt, door de strenge regels die je hebt. En ja, je bouwt niet aan je eigen klanten en ja, je bent uiteindelijk eigen baas en je wil niet de baas van Bol zijn uiteindelijk. En daarom ben ik ook gestopt vorig jaar met het verkopen op Bol. En daarna runde ik eigenlijk voornamelijk general dropshipping stores zoals Bellavio. En die runde ik voornamelijk op Facebook ads. En ik was pas 20k plus verder toen ik eigenlijk pas winstgevend werd met mijn store. Ik heb eerst iets 20k geïnvesteerd in coaching, cursussen, ads. Voordat ik überhaupt winstgevend werd met Bellavio in dit geval. En ik groeide deze stores dus naar fulltime inkomen, zodat ik kon stoppen met de 9 tot 5, met de studie en puur kon focussen op dit eigenlijk. Dat is hoe ik het heb gedaan de afgelopen jaren. En nu leer ik het ook al 2 jaar andere mensen hoe jij dit ook voor jezelf kan doen. Nou, oké. Momenteel ben ik dus vooral bezig met mijn coaching business en echt mensen te helpen van mensen die uit een 9 tot 5 willen ontsnappen of uit een studie waarin ze zitten of een huidige situatie. Nou, wat is eigenlijk de toekomst van e-com zelf? E-com groeit 23% per jaar en 62% van de Nederlanders heeft de voorkeur om online te gaan shoppen. Zeker in Q4 wordt er superveel geshopt, dus ben je nu nog niet bezig met e-com, is dit echt het moment voor jou om erin te stappen. En 30% van de online shoppers zeggen dat de kans groot is dat ze aankopen doen via platformen zoals Facebook, Instagram, YouTube, Google en TikTok. Dat is heel belangrijk voor adverteerders, dus als jij adverteert op een van deze volgende platformen, kan het zijn dat je geld gaat verdienen. Dat is een heel belangrijk om in je achterhoofd te houden. Nou, wat is de toekomst van e-commerce? Nou, e-com is uiteindelijk de toekomst. En hier zie je een grafiek van de jaarlijkse groei van elk land in e-com. En je ziet in Nederland 3,5% groei. Meer dan Canada, meer dan UK, meer dan Duitsland, meer dan België, meer dan de USA, meer dan Oost-Europa en meer dan de wereld. Dus er is nog steeds een super grote kans om te gaan dropshippen of in ieder geval producten online te gaan verkopen. In Nederland. En ook in België, zoals je ziet, met 2,6% groei. Oké. Nou, hoe kan jij dus ook gaan profiteren van deze groeiende markt? Dat is een vraag die je zelf kan stellen. Daardoor kan je dus beginnen met het verkopen van producten online. Nummer 1. Besluit wat voor soort producten je uiteindelijk wilt gaan verkopen. En wat voor soort logistiek businessmodel je gaat toepassen. Ik ga de 2 met je doornemen. Ik ga zeggen welke ik persoonlijk gebruik en welke ik voor jou aanraad als je een beginner bent. Nou, wat voor productbronnen je hebt? Je hebt private labelen, wat doe je dan? Dan ga je sourcen van een product, je gaat in bulk inkopen, je gaat branden en je gaat je voorraad van het product verkopen. Nou, wat zijn de voordelen hiervan? Je krijgt veel betere marges omdat je 100 stuks inkoopt in plaats van een dropship methode 1 voor 1 voor 1. Je krijgt merkloyaliteit, mensen komen steeds sneller terug, je hebt snellere levertijd. Je hebt controle over je logistiek, dus of je bij het fulfillment center of je thuis neerlegt, dat is allemaal aan jou. En je kan je product dus, ook omdat je voorraad hebt, op marketplace gaan zetten zoals Bol en Amazon om je producten daar te gaan verkopen.
Nou, de nadelen zijn hiervan, je hebt meer investeringskapitaal nodig en je hebt de goede locatie nodig om voorraad op te slaan en je hebt de voorraadrisico. Dus je kan bijvoorbeeld iets inkopen en je weet niet of je voorraad uiteindelijk verkocht raakt. Nou, wat voor productbronnen heb je nog meer? Je hebt geen voorraad nodig bij dropshipping. In dit geval is een andere methode dan private label inkoop. Je hebt lage start-up kosten, je kan alles verkopen wat je wil. Wat zijn de nadelen van dropshipping? En wat zie ik ook bij mijn eigen studenten? Iets langere levertijden. Nou, onze agents die hebben 7 tot 10 dagen levertijd. Je hebt geen totale controle over je logistieke proces. Nou, wij bij Ecom Elite hebben een agent voor je en daar kunnen we je aan connecten voor alle in-house studenten. En in de meeste gevallen zijn de marges dus ook lager. Marges zitten tussen de 20% en 30% en bij bulk inkoop zit je daar net wat boven. Oké, vanaf waar kan je gaan dropshippen? Nou, elk product kan je dropshippen vanuit leveranciers, vanuit AliExpress, vanuit agents. Nou, hoe kom je aan deze agents? Stuur me even een berichtje en dan kan je connecten met een aantal agents. Wat moet je doen nadat je hebt besloten wat voor product je gaat verkopen? Je hebt dus besloten of je gaat dropshippen of je gaat inkopen. Het voordeel is dat van inkoop kan je het ook op marketplace zetten. Dropshipping raad ik sowieso aan, meer voor beginners. Oké. Nou. Wat kan je gaan doen? Je kan starten van een store. Dat kan je doen via Shopify. Het is super gemakkelijk om te gebruiken. Je hebt geen code en programmering ervaringen voor nodig. Je hebt mooie gratis thema's die super goed converteren, zoals Debutify. Gebruik ik zelf al jaren en werkt gewoon prima. Je hebt drag and drop, homepage builders. De stores zijn heel makkelijk om in elkaar te zetten. Je hoeft eigenlijk alleen de tekst aan te passen. En wat er ook aankomt is een store optimalisatie guide voor jou. En het is een super gemakkelijke integratie met Shopify Payments en Stripe, dus je kan makkelijk betalingen ontvangen. Je hebt een geweldige backend software voor het managen van je logistieke en fulfillment proces. Je hebt duizenden apps die je uiteindelijk kunnen helpen met het automatiseren van je business, het verhogen van je conversiepercentage, verhogen van je average order value. Al dat soort dingen kan je gewoon met verschillende apps vinden in de Shopify App Store, wat super is. Nou, wat zijn extreem succesvolle stores op Shopify? Tentry, Maguire Shoes en Adored Vintage. Die hebben alle 3 miljoen en miljoenen in sales behaald. Ik ga deze specifieke sites nu niet openen, maar het zijn allemaal kleding sites. En daarom raad ik ook kleding aan voor vrouwen om te gaan dropshippen. Wat moet je doen? Je hebt je product gevonden, je hebt je store gemaakt. Nu moet je uiteindelijk je product gaan verkopen. Alle belangrijkste stap, anders gebeurt er niks. Hoe doe je dat? Ja, je gaat eerst verkeer leiden naar je store. En hoe ga je dat doen? Je moet als eerste verkeer leiden naar je site. En er zijn zoveel verschillende manieren om dit te gaan doen. Je hebt paid advertising. Nou, wat houdt dat in? Je gaat websites betalen om je product of service te adverteren op een platform. Dat kan via Google en YouTube, Facebook en Instagram en TikTok. Mijn expertise, zeg ik heel eerlijk, ligt bij Facebook en Instagram en bij Google en YouTube en een klein beetje bij TikTok. Ik focus mij op Facebook en Instagram voor 70% van mijn omzet en eigenlijk voor 20 tot 30% Google en een heel klein percentage is pas TikTok. Maar mocht je nu dus lekker draaien op TikTok, kan ik je daar ook zeker verder bij helpen bij het schalen. Het schalen is een van de makkelijkste processen. Kracht van Facebook Ads. Facebook Ads heeft mijn business compleet veranderd. Het masteren van Facebook Ads staat je in staat om bijna elk businessmodel te kunnen verkopen en bijna het verkopen van alles wat je maar bijna kan bedenken. Het heeft uiteindelijk tijd en geld nodig om te leren, maar geef dat jezelf ook en geef niet snel op. Nou, hoe werken Facebook Ads? Je maakt een post waarin dus een link staat richting jouw website. Je maakt gebruik van Facebook interesses, targeting systemen en daarin kan je nauwkeurig selecteren aan wie je advertentie laat zien die potentiële kopers zijn. Door dit systeem kan je dus heel specifiek zijn met wie je target. Je kan mensen targeten op basis van geslacht, leeftijd, land, beroep, etc. en nog zoveel meer. En dit is echt pas het begin van Facebook Ads. Nou. Gedetailleerde guide over Facebook Ads voor e-com komt er super snel aan. Dat is de volgende video die ik voor jou ga maken en ik hoop dat je daar super veel waarde aan gaat hebben. Recap. Kleine terugblik over deze video. E-commerce is simpel het verkopen van producten of diensten over het internet. De e-com industrie neemt langzaam over en dat zal ook zo doorgaan. Ik zit momenteel 4 jaar in e-com en ik heb besloten om de komende... Ja, tot 2030 sowieso wel in e-commerce te blijven. En met de profits die ik pak in e-com stop ik nu voornamelijk in crypto, aandelen en vastgoed. En terug in mijn eigen coaching business of in mijn dropshipping business. Je kan je eigen Shopify store beginnen met e-commerce. En het is zeker mogelijk om 100.000 euro winst per jaar te maken met je Shopify store. En vanuit daar kan je altijd nog verder groeien en andere dingen gaan doen. Nou, er zijn dus verschillende manieren om online te gaan verkopen. Je kan gaan dropshippen, je kan gaan private label op Bol of op je eigen website. En wat ik dus het meeste aanraad is dus dropship is echt het beste voor beginners. Alleen het lange termijn doel van je moet zijn om iets te vinden wat werkt en daar een brand omheen te bouwen.
Dat is ook iets wat we in ons coachingprogramma doen. We beginnen met dropshipping, maar zodra een product aanslaat, gaan we redelijk snel van dropshipping naar fulfillment, van een general store naar een niche store en echt een merk opbouwen voor de lange termijn. Nou, investeren in jezelf en een skill leren is de meest effectieve manier om rijkdom te creëren in je eigen leven, die niemand anders zal ervaren. Als je wilt slagen, zijn dit risico's in je leven die je moet gaan nemen. Dit was alweer het einde van deze guide. Ik hoop dat je dit super waardevol vond. Laat een like achter. Abonneer je op mijn YouTube kanaal, dat ik meer wekelijkse video's voor jou kan maken. En dan zie ik je weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.